Hey Sjors, welkom in de stoel. Dankjewel. Dat was weer nodig, hè? Dat was nodig. Laat het iets langer groeien, anders is jouw haar een beetje mijn project geworden. Ja, ik ben volledig onderhevig aan jouw grillen nu. Je bent van kort naar iets langer gegaan, dus ik ga vooral niet veel kort. Een beetje de puntjes knippen, rondom de oren vrijmaken, de nekpartij. En wat uitdunnen en dat zit. Helemaal goed. Ja, ik ben het ermee eens. Cool. Ja. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk van Black & Blue. Jij samen met Barry bent gestart. En op een gegeven moment dachten jullie van, we hebben in ons toko een barber nodig. En een keer kwam ik in het vizier. Ja, dat ging eigenlijk via Jaap van Take-Two, die onze website hebben gedaan. Ja. Die is een langer klant bij jou. Klopt. En die zei van, hey, dat is wel een goeie. Misschien moeten jullie daar eens... Wij wilden graag een barber erbij. Ja. En die zei van, hey, je moet... Achteraf, hoe valt het eigenlijk? Ja, we zijn hier bijna een anderhalf jaar verder. Op een gegeven moment ga je met elkaar iets aan en dan... Nee, heel goed. Nee, in het begin smeerde je onze boterhammen nog, maar ja. Dat is tof. En wat je merkt is dat de klanten, die vinden het gewoon en gezellig, maar die komen ook terug omdat ze ook tevreden zijn over het resultaat. Wat deed jij in 2 jaar terug, dus voordat je begon met de concept store Black & Blue? Toen begeleidde ik gedetineerden en ex-gedetineerden bij Stichting Moria hier in Nijmegen. Totaal wat anders. Ja. Bij Moria zei je, gedetineerden begeleiden, hoe was dat eigenlijk? Klinkt heftig, hè? Gedetineerden die je dan moet begeleiden. Ja, nou ja, dat was mijn moment ook wel heftig. Ja. Maar met name gedetineerden die in het laatste gedeelte van hun straf zaten en dan vervroegd vrijkwamen. Mm-hmm. Onder de voorwaarde dat ze dan deelnamen aan het traject. Bij bijvoorbeeld ons. En wat hield zo'n traject in? Ik kan het eigenlijk vergelijken met een heel groot studentenhuis. Ja. Zij kregen dan een kamer. En als begeleiding hadden we beneden een kantoor, een gezamenlijke woonkamer, waarin we ontbijt en lunch samen hadden. En eigenlijk besprak je met hun van waar ze tegenaan liepen, hun daginvulling. En wij deden daar veel, ook zelf dagbesteding in de beginperiode, mm-hmm. maar ook toewerken naar stage trajecten of leerwerkplekken of zelfs betaald werk. Oké. Okay. Mis je dat wel eens? Nee. Nee, heel goed. Nee. Nee? Nee, totaal niet. Nee. Heel goed. Dus je hebt echt je ding gevonden nu met... Ja, nou, wat wel was, en ik heb daarvoor voor Moria ook bij andere, bij onderwijs en andere zorginstellingen ook gewerkt. Ja. Ik ben redelijk snel verveeld en ik wil vaak snel. Ja. En juist bij dat soort organisaties wil men er graag even goed over nadenken. Ja. En dat is ergens ook logisch, want je hebt ook wel met mensen te maken waarbij je niet heel veel ad hoc moet werken. Ja. De andere kant gingen de processen mij gewoon te traag. En ben ik zelf meer van, hey, ik begin gewoon te lopen en ja. Op het moment dat ik ergens tegenaan bots, dan zoek ik wel weer een andere route. Maak even een brugje naar het bekende Slow & Low barbecue. Dat is ook traag. Ik bedoel, Slow & Low. Toen ik hier kwam met die barbershop anderhalf jaar geleden, was barbecue voor mij grillen. Houtskool, grill erop en vlees erop. En toen kwam ik hier en toen kreeg ik te horen dat je vlees ook gewoon 14 uur in een smoker kunt laten, zodat het rustig... Maar daar stoor je dus nog niet aan dat langzame proces. Zeg maar. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Kijk, het langzame proces, dat is... Dat is hobby. En wat is hobby? Dat is leuk als een hobby heel lang duurt en heel veel is. En het grootste gedeelte van de hobby is lekker eten, ondertussen met vuur bezig zijn, een biertje drinken. Ja, genoeg tijd om ook te ouwehoeren met elkaar. Maar het snelle, en volgens mij herken je dat ook wel, op het moment dat je in dat low and slow zit. Ja. Jij bent daar pas geleden ook mee begonnen. Klopt. En je wil eigenlijk meteen koud roken, je wil warm roken, je wil grillen. Ik wil alles tegelijkertijd. Je wil alles. Ja, dat heb ik ook. Ja. En eigenlijk wil je per keer dat je bezig bent, wil je wel 3 of 4 verschillende stukken weer uitproberen. En aan het eind van de avond zit je vaak nog met restjes. Klopt. Ja. Dan zie je het vuur branden, dan heb je nog wat kooltjes. Dan denk ik van ja, wat kan erop? Het is zonde om die kooltjes gewoon zo... Dat klopt. Oké, dus dat is wel herkenbaar. Dus daar zit dat
dat snellere stukje in. Ja. En hoe lang zijn jullie nou precies actief? Wanneer zijn jullie gestart? December 2015. En de aanloop daarna? Ik denk 1 november dat het was dat we hier de eerste meuk gingen opruimen en de muren eruit gingen breken. We hoopten het eigenlijk binnen 4 weken te doen. Dat bleek wat opportunistisch. Mm-hmm. Dus zijn we 17 december, 19 december zijn we geopend. Ja. Wat doet Black & Blue voor de kijker die het concept Black & Blue nog niet kent? Wat kan je wat meer vertellen over... Ja, we hebben een combinatie gemaakt van Amerikaans georiënteerde kleding en barbecues. Mm-hmm. Gecombineerd met een leerbewerker, een barbier en workshops mm-hmm. en catering. Dus heel erg veel. De kleding is met name de basis is de spijkerbroeken. Yeah. Blauw, ongewassen, onbehandeld, op de oude manier geweven. En alles wat daarbij hoort, ook de shirts, tops, hoeden, petten, schoenen. Uh-huh. Barbecue is met name low and slow, waar we het net al even over hadden. Laat me even kort vertellen wat slow and low is, want ik denk dat er best wel veel mensen zijn die barbecue zien als van wat ik net zei, hè? Een grill, vlees erop. Wat houdt low and slow precies in? Maar traditioneel gezien in Nederland is barbecue zo snel mogelijk kolen aanmaken, heel heet maken. En verschillende stukjes vlees, met name satéspiesjes, een worstje en een voorgegaarde hamburger, er heel snel op klaarmaken. En proberen te zorgen dat het niet aanbrandt. Ja. En dat lukt af en toe wel en vaak ook niet. Mm-hmm. En low and slow is met name, komt vanuit Amerika en gaat er om dat stukken vlees en andere gerechten iets langer de tijd krijgen om te garen. Mm-hmm. En door ze niet rechtstreeks boven de kolen te leggen, maar of ernaast of er een steen of een waterpan of wat dan ook, iets ertussen te leggen. Tussen het vlees en het tussen het vlees en de kolen. Ja. En wat, hoe ga je om met de leken die hier naartoe komen, dus die wel geïnteresseerd zijn? Ja, begeleid je die op een bepaalde manier? Nee, ja, dat is leuk. Na afgelopen zaterdag was ik thuis aan barbecuen. Ja. En tijdens het avondeten krijg ik gewoon allerlei appjes van foto's van met name mensen die voor het eerst een nieuwe barbecue uit aan het testen zijn, of nieuwe manier. Die dan heel trots dat vind ik te gek. En, ja. Bij de meeste vraag ik het ook van, hey, als je een foto hebt van je eindresultaat, app even door. Dat vind ik ook wel gewoon heel erg leuk. Leuk. En er zijn... Er zijn ook klanten die bellen me halverwege het traject, zeg maar, zeker als ze langere sessies doen. Bellen ze op van, oh, moet ik nou, ik ben bezig met pulled pork, moet ik hem nou inpakken of moet ik hem niet inpakken? Of tot hoeveel graden moet ik hem eerst laten gaan? Dat is vrijblijvend, neem ik aan. Hè? Het is niet dat jij achteraf dan een factuur stuurt voor de adviezen die je hebt gegeven. Probeer je nou te vragen of jij ook mag bellen? Ja. Bij jou stuur ik een factuur, weet je. Okay. Nee, tuurlijk, dat is vrijblijvend en dat is, nee, dat is alleen maar leuk. Kijk, we zijn gestart vanuit de hobby en de passie. En, ja. Niet vanuit van, hey, we willen snel veel geld verdienen. Als dat kan, is dat heel mooi. Maar het leukste gedeelte vind ik de lol eraan. En dat ook kunnen delen. En het feit dat andere mensen hier iets kopen en daarna heel blij mijn foto's toesturen, dat is eigenlijk het tofste wat er is. Ja, gaaf. Maar ja. We hebben ook regelmatig de thema workshop Low and Slow. Mm-hmm. Dan komt... Vaak komt Tom Raastan van Southern Dutch Barbecue. Ja. En dat, die doet mee in de top 5 van Europa. Uh-huh. Met wedstrijd barbecuen. En de manier waarop hij, maar ook zijn vrouw, het barbecue beleven, dat is gewoon tof om te zien. Super om te horen en enorm leerzaam. Elke keer als zij komen en pik je er toch weer iets van mee. En overal hebben ze een idee over, of een techniek, of een. Of een theorie waarom ze doen wat ze doen. Maar ook daar is het belangrijkste van, hey, als je weet waarom je bepaalde dingen wel of niet kan doen, dan kun je uiteindelijk je eigen smaakpatroon ontdekken. Het is niet zo dat je verplicht bent om met heel veel suiker of met heel veel pit of wat dan ook te werken. Uh-huh. Of heel veel rookhout of wat dan ook. Maar het is wel goed om te weten van, hey, wanneer is het handig als ik rookhout wil gebruiken? Wanneer doe ik dat? Welke stukken gebruik ik daarvoor? Ik wil een sterke smaak, welke soort gebruik ik dan? Op die manier, en dat kunnen ze je allemaal uitleggen, zodat je thuis weet van, hey, waar kan ik mee gaan experimenteren?
Tot hoever hebben die de tv-programma's invloed op die populariteit? Ja, geen idee, maar het helpt zeker. Het is wat je, als je het ziet, dan wil je eraan meedoen. En barbecue is op dit moment helemaal in. Verschillende barbecue-programma's. Maar je ziet ze ook op alle festivals zie je terugkomen. Dus mensen komen er steeds meer in aanraking mee. En willen daarmee ook dan... dan ook vaak weten van, hey, waar hebben we het eigenlijk over? En gaan op onderzoek uit. Ik denk ergens vorige week of twee weken terug kwam hier iemand naar binnen. Die had zijn eigen rubs meegenomen. Kruidenmengsel. Ja. Noskos. Ja. Gebeurt dat vaker dat iemand hier naar binnen wandelt en zegt van, hey, ik heb mijn eigen kruidenmengsel. Kan ik die hier... Nou, dat gebeurt wel eens, maar met hem had ik het ook afgesproken. Hij heeft helemaal in het begin de grootste blog van barbecue blog. Nederland, hij is blogger als beroep. Oké, dat is echt een beroep, ja? Ja, als je bijvoorbeeld gaat googlen naar een recept, zeg maar, van barbecue, dan kom je eigenlijk altijd op zijn site of op een forum wat hij beheert. Hij is toevallig ook gek van de denim die wij verkopen. Dus helemaal in het begin hadden we hem uitgenodigd van, hey, kom een keer langs, heeft hij een artikel over onze opening geschreven. Toch? En hij wilde altijd nog een keer langskomen, dus laatst liet hij weten van, hey, ik kom binnenkort langs. Dus toen zei ik, hey, neem dan ook je kruiden mee, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik heb toen ook voor mij dezelfde dag nog een pakje meegenomen. Ja. Je hebt die pittige mee, toch? Ja, Jamaicaanse kruidenmengsel, ja, heerlijk. Ja. Kan niet anders zeggen, nee. Ja, leuk. Nou, dat is ook wel echt een van de voorlopers, een van de mensen die ervoor zorgt dat het barbecue, zeg maar, bekend is in Nederland. Verder nog ambities, wat betreft, die zijn nu anderhalf jaar met Black & Blue verder. Hoe gaat het tot zover? Ja, goed. We hebben een heel enerverend jaar gehad. Ja. We zijn als een gek gaan rennen. En de ambities is wel om nu daar de goede punten uit te halen en die nog beter te maken. En, met name... wat heel erg aanslaat is het catering gedeelte. Ja. Dus op locatie ook. Mensen vinden het super tof wat we hier hebben neergezet. De beleving, de sfeer. We horen vaak terug van, hey, het klopt. De website klopt bij jullie winkel, bij het gevoel. De kleding matcht bij de barbecues. Jammer van die barbier, maar voor de rest... maar de barbier, Boas, de leerbewerker. Ja, het klopt gewoon. Ja. We gaan nu steeds vaker op catering bij bedrijven of bij de mensen thuis. Ja, en dat die beleving nog meer meenemen. Natuurlijk als je daar een smoker neerzet en voor borrelhapjes of een volledig barbecue diner. Dat ziet er al tof uit. En mensen, zeker mensen die het nog niet zo kennen, die vinden het helemaal te gek. Ja. Maar ik zou eigenlijk daar nog wel een paar slagen willen halen en nog die beleving nog meer meenemen. En, want volgens mij hebben we vorig jaar het broodje pulled pork wel echt op de kaart gezet hier in Nijmegen. Ja. Restaurants die ook wat afnemen. Verschillende restaurants. Waar kunnen de Nijmegen naar? Restaurant Helden hier op de Houtwerf heeft in het begin afgenomen. Bistro Bar Berlin, Downtown, Babelcafé Arnhem. Dus voor de duidelijkheid, het is gewoon echt pulled pork wat op een smoker is klaargemaakt. Niet even in de oven en dan met een rook smaakje aan toegevoegd. En ook niet gewoon, in een kookton. Nee. Nog een goede tip voor de kijker misschien, als ze straks een barbecue gaan aansteken. Of voor diegenen die geen smoke hebben, maar zo'n grill hebben. Kan je ook low en slow op een grill? Mijn allereerste tip is, koop gewoon een hele goede smoker bij ons. Maar als je dat... tegen de meeste mensen zeg ik, begin nou niet bij de aanschaf van een nieuwe barbecue. Maar probeer eerst eens even een ander gerecht. Kijk eens of het iets voor je is. Ja. En of je het leuk vindt, de hobby ervan. En eigenlijk weet ik zeker dat het voor iedereen die barbecue leuk vindt, al op de traditionele manier, dat die het tof gaat vinden om ook net iets meer aandacht, net een beter resultaat, net iets langer de tijd te nemen. Mensen om je heen waarderen het meer. Je krijgt de buren vaker op bezoek, dus dat is ook misschien een reden om het niet te gaan doen. Ja. Maar het is gewoon leuker en lekkerder. Dus ga vooral daarmee experimenteren en dan kom je vanzelf erachter van... Wil ik liever een bullet smoker of een keramische barbecue of een offset smoker? Of blijf ik het zo doen zoals ik het doe? Dan kom je vanzelf. Ja, voor mij is het wel een goede tip.
Ja. Dus dat we gewoon eerst even op de grill kunnen experimenteren met verschillende gerechten. Misschien nog een tip wat betreft blog, waar ze wat informatie kunnen vinden over hoe je op een grill verschillende soorten gerechten kunt klaarmaken. Ja, er zijn er meer en er zijn meer goede. Dus over het algemeen, als je je recept en daar, of in ieder geval je stukje vlees met daarachter barbecue, dan kom je bij de eerste drie altijd wel bij een goede uit. En kies er gewoon één, want voor elk gerecht zijn er 15 varianten, misschien nog wel meer. Ja. Begin gewoon met wat voor je op het oog zeg maar de gemakkelijkste is, of lijkt. En probeer de keer daarna weer iets anders. Probeer niet meteen het ultieme in één keer neer te zetten. Ja. Want ook dat gaat met vallen en opstaan. De eerste paar keer zul je ook wel eens een keer tegenkomen dat je wat ontevreden bent over het eindresultaat. Hoewel de meesten toch wel al bij de eerste keer het zo leuk vinden dat ze al blij zijn met alles wat ze vanaf te overen. Dus ook was het helemaal zwart aangebrand. Ja, nou, dat gebeurt over het algemeen niet. Dus eigenlijk kan er wat dat betreft weinig fout. Ik dank je voor het gesprek. Ik ben weer toch een stukje wijzer geworden wat betreft barbecue sausjes en het low en slow. Maar ik heb nog veel te leren. Dus binnenkort sta ik waarschijnlijk in een klasje van jou. Waar leuk. Low en slow. Altijd welkom. Ik kan het je zo vertellen, maar je kunt het ook via de site doen. Ja, dat is. Black and blue, inderdaad. Okay. Met streepjes tussen black en blue. Daar vinden we alle informatie over de workshops, de datums. Ja.